Dames en heren, hartelijk welkom. Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben wij het verzoek gekregen om een petitie in ontvangst te willen nemen. De heer Van Poppel, namens de bewoners van de Clarissenhof, gaat deze aanbieden. En ik geef hem graag het woord om een toelichting te geven op de petitie. Meneer Van Poppel. Ik ben André Van Poppel, ik woon in Clarissenhof al 3 jaar in de Clarissenhof. Met heel veel plezier en genoegen wonen binnen de binnenstad, maar we hebben een paar problemen. Wij als eerste bewoner van de Clarissenhof, burgemeester Mosla, is 3 jaar geleden ons beloofd om de Clarissentoren, maar de Clarissentoren is uitgesteld. Ze zijn bezig met de zwijze garage te maken. Wij staan nu op een braakliggend stuk grond aan de burgemeester Mosla. Er is geen bewaking, geen camera's. Het is op plaats met Bart van Dalen we gaan krijgen dat er voldoende licht is, dus het licht bijgezet. Wij hoeven maar €51 per maand te betalen. Dat is net zoveel als in de binnenstad. Dus ik vraag daar compensatie voor. In die 3 jaar heb ik daar onbewaakt staan. Er wordt de auto's worden vernield, er worden ramen worden ingeslaan. Ik heb persoonlijk meegemaakt 3 keer mijn auto helemaal beschadigd. 4 banden leggestoken, de ramen kapot gemaakt. Dus daar wil ik een vergoeding hebben, dus verlaten. En ik wil de bezoekers hebben, alle mensen in de binnenstad die in appartementen wonen, die hebben een bezoekers hebben. Wij hebben helemaal niks. En ik vind wel dat wij daar recht op hebben, dat wij ook een bezoekers app kunnen krijgen. En ik heb nog een punt. Bij ons zitten bejaarden. Ik ben namelijk ook bejaard, maar ik kan het goed wel onderweg. Maar mensen die dus te moeilijk te voet gaan, dat ze de boodschappen moeten halen bij de auto, dus dat iets aan gedaan wordt. Geen valide plek of zo, maar in een of andere manier dat die mensen daar op de gemeente een boodschap uit kunnen laden. En ik denk dat we daar, zover is mijn eisen, dus 3 eisen tegen een vergoeding voor het parkeren de afgelopen 3 jaar. Een bezoekers heb en iets aan doen voor de bejaarden die dus aan de auto moeten staan. Dat was het. Dank u wel, meneer Van Poppel. En ik neem graag de petities in ontvangst. Ze liggen hier al op mijn desk. Dank u zeer. En ik zeg u toe dat de raad hier goed naar gaat kijken. En u zult geïnformeerd worden over de wijze waarop de raad daarover tot behandeling zal overgaan. Dank voor uw komst.